Ja, jongens, we zijn live. Zijn we live? Zijn we live? Oké. Okay. Welkom bij de Kalsbeek Live Show. In onze show hebben we een docent. Een mentor. Een conciërge. En de baas van de brugklas. En nog veel meer. Dus blijf zeker kijken. En dan gaan wij nu naar binnen. Welkom terug. Wij zijn hier binnen in het handvaardigheidslokaal. Jammer genoeg kon de open dag niet doorgaan dit jaar. Maar gelukkig hebben we deze hele leuke live talkshow waar we jullie allemaal leuke dingen gaan vertellen over het Kalsbeek. Ik ben Naomi en ik zit in de derde en ik doe de zesjarige MAVO-HAVO-route. En ik ben Jesra en ik zit in de vierde van HAVO. Maar wij hebben nog wel een open dag gehad. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, ik heb dat eigenlijk heel leuk ervaren, want daar heb ik de docenten leren kennen al een beetje en ik heb daar heel veel leuke activiteiten kunnen doen. En ik heb ook veel oudere mensen gesproken die al in de brugklas zaten en die hebben me verteld over hoe de overgang was tussen groep 8 en brugklas. Helaas kunnen jullie niet bij de open dag zijn, maar wij hebben hier iemand die met volle enthousiasme heel veel wil vertellen over de brugklas. En dat is mevrouw De Bruin. Klopt. En als het goed is, staat onze live verslaggever nu in de mediatheek die vol enthousiasme met mevrouw De Bruin staat. Quinte, hoor je me? Ben je daar? Ja, ik sta hier nu bij de mediatheek. En ik heb hier mevrouw De Bruin bij me. En ik ga haar een paar vragen stellen. Klopt het dat u de leiding heeft over de brugklas? Ja, dat klopt eigenlijk wel een beetje. Maar gelukkig niet alleen hoor. Dat scheelt. Waarvoor kunnen we bij u terechtkomen? Nou ja, ik zorg natuurlijk voor dat alle brugklasses in een klas komen. Als ze aangemeld zijn, dan mag ik ze in een klas plaatsen. Probeer ik even te kijken of ze met vriendjes of vriendinnetjes van dezelfde basisschool kunnen. En dat ze met jongens en meisjes kunnen fietsen, hetzelfde niveau zitten. Dus dat soort dingen allemaal. Oké. Okay. Geeft u ook les aan andere kinderen? Zo ja, welk vak? Ja, ik geef zeker les. Ik ben... Ik geef het mooiste vak wat er is en dat is het vak gym. Ik heb één klas die ik nu lesgeef, maar daar ben ik altijd heel blij mee. Dan kan ik wel lekker in de gymzaal en dan kan ik lekker sporten. Welk advies kan je hier allemaal komen? Nou, wij hebben hier eigenlijk vier verschillende soorten brugklassen. Als je een MAVO-HAVO advies hebt, want je hebt eigenlijk het idee, ik zou wel naar de HAVO willen, maar het lukt misschien niet één keer, kan je starten in de eerste klas van zeg maar de zesjarige HAVO. En dat doe je in plaats van reguliere HAVO 5 jaar, doe je er 6 jaar over. Heb je wel inmiddels als je na 4 jaar examen doet MAVO-examen, maar je komt dan veel beter voorbereid in de bovenbouw van de HAVO en haal je twee jaar later je HAVO-diploma. Heb je een HAVO-advies of een HAVO-VWO-advies, dan kan je een HAVO-VWO-klas starten. En na het eerste jaar kan je dan door naar het HAVO duurt 5 jaar, of je kan door naar het ateneum of naar het gymnasium. En die opleidingen duren 6 jaar in totaal. En de 1 ateneumklas en de 1 gymnasiumklas, daar heb je een ateneum of een gymnasiumadvies voor nodig. En samen heet dat ook wel VWO-advies. Dus als je een VWO-advies hebt, kan je zowel in het ateneum als in het gymnasium terecht. Hoe werkt het met de lestijden? De lestijden die zijn 's morgens om, als je het eerste lesuur begint, dan begin je om 8:30. En we hebben de meeste lessen zijn 50 minuten. Maar bijvoorbeeld mijn vak, gym, geef ik 2 keer 50 minuten. Dus 100 minuten, dat heet dan een blokuur. En je hebt een blokuur bij tekenen en bij techniek. Zo, dat soort vakken, dan hoef je niet te snel op te ruimen. Maar dan kan je goed profiteren van de tijd. En je hebt, als je in de eerste klas zit en in de tweede klas, heb je 2 uur les. Dan heb je lekker pauze, dan heb je weer 2 uur les, dan heb je weer pauze en dan weer 2 uur les. Elke les duurt dus 50 minuten en wanneer je uit bent, dat is een beetje afhankelijk van je rooster. Hoeveel leerlingen kunt u per naam noemen? Heb je even? Nou, dat zijn er best wel heel veel. Ik ken best wel veel kinderen
En ik vind het ook wel leuk om ze bij naam te noemen. Maar ik denk dik meer dan 300. Ja, zo. Dik meer. Ja. Ja. Super bedankt. Goed zo. Dankjewel Quinte en dankjewel mevrouw De Bruin. Nou, dat was veel info. Maar ik heb ook nog een vraag voor jou. Hoe gaat het bij jou op school en hoe sta je ervoor? Ja, met mij op school gaat het eigenlijk heel goed. Ik sta er heel goed voor. Ik zit in mijn voorexamenjaar. Dus ik moet nu toetsen maken die al meetellen voor mijn eindexamen. En ik hoop dat die heel goed gaan. Ik hoop het ook. Ja, en bij jou? Ja, bij mij gaat het eigenlijk supergoed. Het is natuurlijk wel pittig en hard werken. Maar ja, ik heb het ervoor over. Maar ik doe natuurlijk zesjarige HAVO en jij doet de HAVO. Ja, klopt. En wij kunnen niet heel veel vertellen over VWO. Maar er zijn mensen die het wel kunnen en daar hebben we een leuk filmpje over. Nou, ik ga verschillende vragen stellen en die gaan mijn kandidaten beantwoorden om te laten zien hoe leuk het gymnasium wel niet is. Wel is. Vraag 1. Het leren van een klassieke taal is vooral... uitdagend, omdat het echt extreem lastig is. Dat betekent niet dat het niet te doen is, maar het is wel echt een zekere uitdaging. Ik vind het ook heel leuk omdat het uitdagend is. Interessant, want je leert veel nieuws. De volgende vraag. Wat maakt dat je voor het gymnasium hebt gekozen? Ik dacht, als ik zoveel mogelijk talen leer, dan kan ik het maximum uit mijn schooltijd halen. Ja, ik vind gewoon hoe zij leefden interessant. Ik heb voor Grieks en Latijn gekozen omdat dit dé talen zijn waarin grote schrijvers allerlei boeken hebben geschreven en geschriften over wijsheden. En mij leek het interessant om deze in de originele, oorspronkelijke taal te lezen. Dan gaan we weer naar de volgende vraag. Kan je nog genoeg extra activiteiten buiten school doen als je het gymnasium doet? Ja, ik leer wel veel van toetsen, maar ik zit niet elke dag alleen maar in mijn boeken. Sommigen die leren dan voor een toetsen 10 minuutjes, anderen doen er dan 2 uur over, dus het verschilt heel erg per persoon. Het is gewoon onzin dat gymnasium precies op een studiebollen zitten, want dat is eigenlijk overal wel zo. Dan gaan we weer naar de volgende vraag. Padoem, padoem. Kunnen jullie iets in het Grieks of Latijn zeggen? Ibi en ubi, waar en daar. Deus is God. Hic sua divit, sed non frustra. Hier is gezweet, maar niet te vergeefs. Wat heb je nou eigenlijk aan het gymnasium? Ik denk dat een gymnasiumklas voor mij een voordeel heeft, omdat ik later geneeskunde wil gaan studeren. Ik wil later graag een opleiding rechten doen. En daarbij is het ook van belang dat je het een en ander qua Latijn wel kent als basis ook. Ja, ik wil misschien dierenarts worden en dat is wel handig als je al wat Latijnse of Griekse woordjes kent die ook terugkomen. 12 uur nog om voor het gymnasium te kiezen. Ik raad het je van harte aan, omdat het super leerzaam is. En uitdagend. En een verrijking van jezelf. En natuurlijk super bonus! Ben jij helemaal alleen naar je nieuwe klas gegaan of ben jij met vrienden naar een nieuwe klas gaan? Ja, het eerste jaar was ik echt met wel vrienden en oude klasgenoten van mij naar de brugklas gegaan. Maar dat komt ook omdat je een beetje wordt ingedeeld in de regio waar je woont. Dus ik ken wel heel veel mensen al, maar het was natuurlijk wel heel erg nieuw om nieuwe mensen te ontmoeten ook. En hoe waren jouw eerste weken op school eigenlijk? Ja, dat was eigenlijk superleuk, maar ik zag de school echt als een doolhof. Dus een leerling die hier al wat langer op school zit, die heeft mij toen een trucje geleerd. En dat is dat alle lokalen op de begaande grond met een 0 beginnen. De eerste verdieping met een 1 en de tweede verdieping met een 2. En in het bruggebouw stelt in het midden een 5. En dat heeft mij heel erg geholpen om het goede lokaal te vinden. En hoe waren jouw docenten toen je net hier zat? Mijn docenten waren eigenlijk heel leuk. Het was wel natuurlijk wennen om elk uur een ander docent te hebben. Maar dat maakt het ook weer leuk, zodat je niet van één persoon de hele tijd les krijgt zoals je op de basisschool krijgt. Maar gelukkig heb je in de brugklas een mentor die je kan helpen met van alles en nog wat. En als het goed is, staat onze verslaggever Florence nu op een hele bijzondere plek met de mentor van de brugklas. Florence, hallo, ben je daar? Nou, wij zijn nu in de Alpen. Nee, eigenlijk niet. We zijn nu in het aandachtskundelokaal en ik ga mevrouw van der Leden interviewen.
Hoe is het eigenlijk om mentrix te zijn? Om mentor te zijn, nou, dat is vooral hartstikke leuk. Ik ben ineens verantwoordelijk hier op school voor een hele klas vol met gezellige kinderen die er net nieuw zijn op school, want ik ben mentor van een brugklas. En door het hele jaar heen ondernemen we allemaal leuke activiteiten met elkaar. Maar ook vind ik het heel erg leuk als je het jaar met iedereen goed kan afsluiten, dat iedereen naar een volgend leerjaar gaat waar die zich, met klasgenoten waar die zich op zijn plek bij voelt. En dat je iedereen met een grote lach weer het lokaal uit ziet lopen. Dat vind ik het allerleukst. U geeft natuurlijk ook mentorles. Maar wat doe je eigenlijk bij mentorles? Nou, mentorlessen zijn heel waardevol, vind ik zelf. Daar zijn we ook weer even bij elkaar als klas. Dus als er dan vragen zijn of er lukt de dingetjes niet met de laptop, dan kan ik iedereen weer even op weg helpen als er andere problemen zijn. En we werken ook aan de band met de klas, met elkaar in de mentorles. En uiteindelijk ook een stukje planning is natuurlijk belangrijk. Sinds dit schooljaar werken we ook met een Plenda. Waarom hebben we eigenlijk een Plenda? Nou, dat is een goede vraag. Een Plenda is eigenlijk een agenda waar we dus bijvoorbeeld huiswerk in kunnen opschrijven, waar we dus ook mee plannen. Dus dat we het werk dat je in je agenda hebt staan om te doen of om te leren, dat je dat ook gelijk leert inplannen. Dus eigenlijk is het een soort planagenda. Wat is het leukste dat u ooit heeft gedaan als mentor? Als mentor? Nou, ik vind zelf altijd het brugklaskamp heel erg leuk. Ik denk dat is het eerste dat in me opkomt in ieder geval. En het allerleukste is vaak toch wel het klimbos gaan we in met elkaar. En we hebben hele leuke spellen die we met elkaar doen. Safari spel bijvoorbeeld. We gaan knutselen. We hebben een sportdag. Dus we zijn eigenlijk heel erg actief op een leuke manier met elkaar bezig. U geeft natuurlijk ook aardrijkskunde. Wat vindt u eigenlijk het leukste aan aardrijkskunde? Ja, ik geef aardrijkskunde in de onderbouw. En het leukste daaraan vind ik voornamelijk dat we het over heel veel verschillende onderwerpen hebben. Dus de wereld is super divers en heel erg groot. En of we het over de Alpen hebben, of dat we het hebben over het klimaat, of hoe Woerden is opgebouwd. Het zijn allemaal verschillende onderwerpen en die maken het heel erg divers om er les in te geven. En dat vind ik zelf heel erg leuk. Nog één vraag. Mag ik even op die stoel daar zitten? De bureaustoel van mij? Ja. Vooruit. We gaan nu weer terug naar de studio. En wat vind jij van de sfeer van deze school? Ja, ik vind het super gezellig. Iedereen is aardig tegen elkaar. En met kerst hangen er ook altijd leuke lampjes. En je hebt in de brugklas natuurlijk ook het bruggebouw, wat heel handig is, omdat je daar met alle bruggers pauze kan houden. En hoe heb jij het bruggebouw ervaren? Ik vond het bruggebouw heel fijn, want je hebt je eigen lokker in dat bruggebouw. En je kan daar ook met eigen jaar kan je gezellig praten en je eet of je lunch eten. Je kan er soms ook een geintje uithalen, maar over het algemeen is het heel gezellig en je leert er ook echt mensen door kennen. En als het goed is, dan gaan we nu door naar Quinten, die klaar staat met Rob de conciërge. Klopt dat, Quinten? Ja, zeker. Hier ben ik. Ik sta hier met de conciërge Rob en ik ga hem wat vragen stellen. Kunt u vertellen waar we nu zijn? We zijn nu in het bruggebouw, een kleurrijk gebouw zoals je ziet. En hier krijgen de brugklassen voornamelijk hun lessen. Ze hebben ook lessen in het hoofdgebouw, daar krijgen ze wat meer praktijklessen. Maar dit is hun punt waar ze hun eigen kluizen hebben, waarin ze een eigen fietsenstalling hebben. Die hebben we hier achter staan. En hier verblijven ze eigenlijk in de pauze binnen op dit pleintje waar wij nu staan. En dat is eigenlijk het verhaal van het bruggebouw. Hier in het brugspel hebben eerstejaars ook een eigen kluisje. Kun je laten zien hoe dat kluisje eruit ziet en wat je ermee kan doen? Jazeker. Loop maar even mee. Zal ik laten zien hoe het werkt? Kijk, iedereen heeft hier zijn eigen kluis. En zijn eigen sleutel uiteraard. Daar kan je je boeken in doen. Je kan je jas erin doen. Je kan alles erin bewaren wat je wil. En als je je sleutel een keertje kwijt bent, kom dan ook naar de conciërge. Dan helpt hij je. Die kan in principe de kluizen openmaken. Zo. En waarvoor kunnen wij nog meer naar u toe komen? Nou, in principe kan je voor al je vragen kan je bij ons terecht. Wat er ook is. Als je de weg even kwijt bent. Of je hebt een lekke band. Of je weet even niet hoe het zit. Je bent ziek. Of allemaal dat soort dingen. Kan je naar ons toe komen. Of je kan naar de loge gaan. Maar wij zijn er eigenlijk voor alle dingen waarbij we jullie kunnen helpen.
Hoe ziet uw werk eruit? Hoe ziet mijn werk eruit? Ik kom 's ochtends om 7:30 beginnen wij al. Dan zorgen we dat de school er netjes uitziet. En daarna zorgen we, dan gaan we bij de ingangen staan als iedereen binnenkomt. En mensen die te laat komen, die wijzen we gelijk even naar de loge toe. Dat ze daar een briefje kunnen halen. En verder zorgen we dat de hele dag goed verloopt. En heeft u een favoriete collega? Of ik een favoriete collega heb? En dan moet ik hem ook zeker gaan noemen. Ik werk met heel veel collega's fijn samen. Ik heb niet één specifieke collega waarbij die eruit springt of dat soort dingen. We zijn met 6 conciërges in totaal. We hebben 1 conciërge hier in het bruggebouw zitten. Dat is mijn collega Henk, die ervoor zorgt dat hier alles goed geregeld wordt. En aan de andere kant, waar alle andere leerlingen zitten, daar zitten wij met z'n 5. Waarom vindt u dit werk zo mooi? Ik vind dit werk zo mooi omdat het heel erg afwisselend is. Er is geen dag hetzelfde. En met name omdat ik moet voor mezelf praten. Ik word wat ouder, maar ik vind het heel leuk om met jongeren om te gaan. En om met leerlingen zo van jullie leeftijd om te gaan. Dat houdt mezelf jong, maar dat geeft ook wel een hele leuke dimensie aan het werk, vind ik. Heel erg bedankt voor het antwoorden van vragen. En dan gaan we nu weer terug naar de studio. We hebben nog een paar leuke weetjes voor jullie. In de eerste weken van de brugklas ga je op kamp met je klas en nog een paar andere klassen. Om andere klassen beter te leren kennen en ook je eigen klas beter te leren kennen. En nog een beetje is dat tijdens je lessen heb je ook een telefoontas waar je je telefoon in kan doen. Zodat je ook niet afgeleid kan raken tijdens de les. We hebben een 50 minuten rooster en om de 2 lesuren heb je altijd pauze. Wij werken hier op school met laptops en boeken. En bij de ene les gebruik je boeken en de andere les je laptop. Er zijn ook vakken waar je alleen boeken gebruikt, wanneer een laptop, maar dat verschilt per vak. We hebben ook een kantine en daar kan je elke dag lekkere dingen kopen, zoals muffins. In het volgende filmpje hebben we nog wat leuke weetjes over het Karlsbeek voor jullie. Ik sta te filmen. Ja, het is een grote overstap, maar ook wel leuk. Het ging wel wat makkelijker dan ik had verwacht. Ik vond het best wel even pittig, want je moest een rooster bijhouden. Dus zorgen dat je telefoon elke dag is opgeladen. Hier mag je ook binnen pauze houden en dan mag je op je telefoon en zo. En dat vind ik wel eigenlijk wel chill. Meer huiswerk. Ja. Het allerleukste vind ik de voetbalacademie. Ja, ik ook. Ja. Het was heel leuk, want we gingen gelijk naar een klimbos toe. Dan ging je heel hoog. Ook al had je hoogtevrees, was heel leuk. Ik ging ook veel spellen doen waarvan je meer over elkaar te weten kwam. Ja, gewoon een beetje de basis leggen van je schooljaar. Leesstratego, allemaal van dat soort leuke spelletjes. Ik leer je elkaar veel beter kennen. En dan weet je welke kinderen irritant zijn en welke niet. Ik kende al best veel mensen, maar die mensen kennen natuurlijk ook weer anderen. Dus je bouwt echt een enorme vriendengroep op. Het gaat wel heel snel eigenlijk. Je gaat gewoon een beetje naast je eigen vriendin die jou kent zit en dan praat je een beetje en dan is er een naast je en dan heb je eigenlijk al. Elke keer als ik hier in de school kwam, dan dacht ik al, dit wordt een goede dag vandaag. Ja. En als ik dan hun weer zag, dan was ik helemaal weer blij. Ja. De naam onthouden was lastig in het begin. Ja. Hij is niet groot genoeg om iemand in te proppen, dat niet. Wat ik heel fijn vind is gewoon om mijn jas erin te doen. Want om de hele dag je jas aan te hebben of mee te sleuren is niet echt heel erg fijn. Als die bijvoorbeeld te laag, te hoog voor je zit of niet zo heel erg bij je vrienden, dan kan je ook vragen of je een ander kluisje kan krijgen. En af en toe als je dan je kluisjesleutel bent vergeten, dan kan je naar de conciërge gaan en die maakt het dan voor je open. Om de 2 uur kan je je boek verwisselen en dan heb je gewoon een veel minder zware tas. Maar als je naar huis moet fietsen, is dat nog heel zwaar. Een bel. Nu verwisselt iedereen van les. Dan heb je weer een ander vak. En dan moet je ook weer naar een ander lokaal. Schoolbel, dan weet je dat je pauze hebt of pauze is. Als het les voorbij is en dan ga je weer. Volgens mij ongeveer 5 minuutjes of zo. En de docenten vinden het echt niet heel erg of zo als je dan net 1 minuutje te laat bent of zo. Dus ja. In het begin is het heel anders dan dat je eerst had. Ja, fijn. Ja. Want ja. Of Microsoft? Ja. Voor Frans hebben wij heel veel online nodig. Dat is heel makkelijk eigenlijk, veel makkelijker bijna. Als je bijvoorbeeld een proeftoets gaat doen online, dat helpt je toch wel heel erg.
Als je op de middelbare komt, dan moet je wel echt goed kunnen plannen. Maar ik heb heel veel hulp gekregen hier op school van mijn mentor. Die heeft me geholpen met elke week bijvoorbeeld een planning maken. We hebben ook de Planna gekregen. En dat is een soort agenda en plannen in één. Dat is best wel makkelijk, want dan kan je zelf je huiswerk inplannen voor de dag. Ook buiten school zelf is er nog bijles. Hier kan je regelen, dus nee, dat is echt enorm veel. En jouw favoriete vakken, wat zijn die eigenlijk? Mijn favoriete vakken zijn wiskunde en Frans. En zelf heb ik wel een beetje moeite met Engels. Maar daar heb ik wel heel veel ondersteuning voor hem gehad door mijn Engelsdocent. Dat je na de les even terug kon komen. En dat ze het allemaal nog even een keertje uitlegt wat je niet snapte. En je nog even te helpen met het voorbereiden voor een toets of iets. En bij jou? Ja, mijn favoriete vakken zijn geschiedenis en Engels. Ik vind dat een hele leuke vak en ik ben er ook best goed in. Goh, wat hebben we toch een geweldige school. Maar er zijn vast ook wel wat minpunten. Bijvoorbeeld vakken die je niet zo leuk vindt. Ik vind wiskunde ook niet heel leuk. Omdat ik er niet heel goed in ben. Maar ja, Nederlands vind ik ook niet heel leuk. Maar dat komt vooral door de docent. Ja, bij mij klikt het gewoon niet heel goed met die docent. En, maar ben je dan niet blij dat daar 50 minuten... zo'n les om is en dat je een andere docent hebt? Ja, ik ben daar inderdaad wel blij mee. Ja, sorry voor iedereen die dit kijkt. Als het goed is gaan we nu door naar een van mijn leuke docenten die live wordt geïnterviewd door Florence. Florence, ben je daar? Florence? Ja, wij zitten nu in de aula en ik ga zo een paar vragen stellen. Hoe vindt u het om docent te zijn? Ik ben zelf afgelopen schooljaar pas afgestudeerd van de lerarenopleiding Economie. En in eerste instantie wilde ik de lerarenopleiding doen, omdat ik daarna meteen door wilde gaan naar de universiteit om daar een andere opleiding te volgen. Alleen ik vond het zo leuk om les te geven op de middelbare school, dat ik uiteindelijk de opleiding heb afgemaakt en hier op het Carlsberg College terecht ben gekomen. En wat ik het leukste vind aan het lesgeven, is wanneer ik een leerling heb die eigenlijk het hele schooljaar tegen mij zegt, meneer, ik vond u eigenlijk niet zo'n fijne docent. En als hij aan het einde van het schooljaar bij me langskomt van, meneer, ik vond het toch wel zo fijn dat u me iedere keer wilde helpen. Dan geeft dat mij heel veel voldoening. En daar doe ik het uiteindelijk voor. Hoeveel klassen geeft u les? Even nadenken hoor. Ik geef les aan 2 2A6 klassen, 2 3MAVO klassen, 2 4MAVO klassen, 2 3HAVO klassen en 2 3VWO klassen. En dan kom ik uit op 10 klassen. Dat is best wel veel. Een hele hoop hè? Dus het was voor mij een enorme uitdaging om alle namen te leren kennen. Alleen ik heb voor mezelf altijd één doel gesteld. Namelijk voor de kerstvakantie moet ik alle namen van de leerlingen kennen. En als ik die namen niet ken, dan moet ik de gehele klas tracteren. En op die manier probeer ik mezelf toch te pushen om alle namen te leren kennen. En van de 10 klassen hoefde ik maar 1 keer te tracteren, dus dat liep wel lekker. Ja. Vindt u het jammer dat je niet les kan geven aan brugklassers, omdat u het vak economie geeft? Ja, economie wordt helaas, naar mijn mening, dus ik vind het jammer. Pas in de 3e klas gegeven van de HAVO en het VWO. En in de 2e klas van het HAVO 6 traject. Maar ik zou het eerlijk gezegd ook wel aan de brugklassers willen geven. Want hoe ga je nou met je zakgeld om? En als ik bijvoorbeeld 100 euro cadeau krijg van mijn oma, ga ik dat dan meteen uitgeven aan een videospelletje? Of ga ik ook een deel daarvan sparen voor iets anders? Ja, ik had een keer nog maar 4 cent op mijn rekening. En dat is niet zoveel. Maar nu ben ik aan het sparen, want ik laat gewoon mijn pinpas thuis, zodat ik niks kan uitgeven. Heel slim, want als jij je geld thuis laat, kan je dan ook geen dingetjes kopen en dan kan je het geld wat je thuis hebt ook gaan sparen voor een groter doel. En dat behandelen we ook bij economie. Vindt u het moeilijk om online les te geven? Moeilijk niet zozeer, want u hoeft bijvoorbeeld geen orde meer te houden in de klas. Ik vind het wel heel saai, omdat ik het gevoel heb dat ik heel veel aan het zenden ben. En telkens wanneer ik een vraag stel aan een leerling, dan krijg ik vaak korte antwoorden terug. Of dan doet de verbinding het weer niet, of dan heeft hij me weer niet gehoord. En ik mis een beetje het sociale contact met de leerlingen. Want zoals je vast hebt gemerkt, praat ik superveel. Ik ben een hartstikke gekke docent. En ik vind het daarom ook gewoon heel leuk om met de leerlingen voor mij lekker gek te kunnen doen. Alleen online gaat het allemaal wat lastiger. Heel erg bedankt dat ik u mocht interviewen. Geen probleem, ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Hopelijk jij ook. Ja, zeker. Ja. We gaan nu weer terug naar de studio. Maar waarom heb je eigenlijk voor het Carlsberg gekozen? Ik heb voor het Carlsberg gekozen omdat ik me hier heel erg thuis voelde. En dat hier een hele goede route voor mij was, de HAVO 6 route. Omdat ik eigenlijk net tussen de MAVO en de HAVO in zat. En dat vond ik wel heel fijn. Maar waarom ben jij eigenlijk naar het Carlsberg gegaan?
Nou, ik vond de keuze heel moeilijk, want ik zat heel erg te twijfelen tussen andere scholen. Maar de doorslag was wel de Kalsbeek Voetbalacademie. Die heeft me echt overgehaald om naar deze school te gaan. En wat houdt de voetbalacademie eigenlijk in? Bij de voetbalacademie kan jij onder schooltijd extra voetballessen nemen. Die kunnen je ook echt heel erg helpen als je in een team zit. Maar mij heeft het ook echt heel erg geholpen met me individueel beter worden. En daardoor ben ik echt naar deze school gegaan. En hoeveel uur voetbal je dan bij de voetbalacademie per week? Je mag maximaal 4 lesuren mag je voetballen. Maar als je iets minder staat, dan mag je maximaal 3 of zelfs 2 uur voetballen. Voor mij heeft dat echt voor extra motivatie gezorgd, waardoor ik betere cijfers wou halen, zodat ik gewoon kon voetballen. Ik denk dat het redelijk uniek is dat we eigenlijk een regulier onderwijsprogramma draaien. En daarin hebben we een voetbalacademie verwerkt. Als je iets minder van school houdt en meer van voetbal, kan je dat samen combineren. Sporten vind ik echt alles voor mij. En slapen, maar ja, dat hoort ook wel een beetje bij sporten, zeg maar. Dus ja, ik vind het echt heel tof dat ze dat hier doen. Je techniek leer je, je traptechniek en ook hoe je gewoon trucjes doet. Zidane, huppata! Bijvoorbeeld de schaar, die leer je hier veel beter dan bij eigen club. Dat je echt niet dit doet zo, een ballerina, maar dat je hem echt zegt, hup, ik dreig en ik doe daar. Als ze het goed doen op school, kunnen ze gewoon 2 momenten, 2 blokuren per week komen voetballen. Je wordt ook heel erg gemotiveerd om te voetballen, want als je een goed cijfer staat, mag je ook voetballen. Je kan gewoon eigenlijk je eigen talent verbeteren hier, buiten school, zeg maar. Kijk, waar moet je heen? Ja. Dus als je rechtsaf gaat, gebruik je rechterbeen. De combinatie van opvoeden, van samenwerken, mentaal weerbaarder worden, om ze gemotiveerder te krijgen op school. En alles wat ze dan op het voetbalveld leren, is in principe al meegenomen. Dat was het dan weer. Ik hoop dat jullie deze liveshow leuk vonden. En wie weet zien we jullie binnenkort allemaal op het Kalsbeek. Doei! Nou, wij zijn nu in de Alpen, want het gaat over aardrijkskunde. En dat gaat vooral over, over de... Waar gaat het nou over? Wat te doen? Wat voor werk doet u als conciërge? Wat ik voor werk ik als conciërge doe, dat is... even kijken, sorry hoor, ik ben het even kwijt. En dat wil je niet hebben? Nee. Dat is een goede vraag. Dat zijn heel veel vragen waar ze bij me kunnen komen. En zoals je vast hebt gemerkt, praat ik superveel. Superveel. Ben je dan niet blij dat na 50 minuten zo'n les om is en dat je een andere docent hebt? Het voelt voor mij echt als een verlossing. Voor...